moment. Leuk dat jullie weer kijken. Zoals jullie het niet hebben kunnen zien, dan gaan wij lekker vuurwerk shop in België nou. We gaan even kijken wat het nieuwe product op het moment is, allemaal is. Het is vandaag, even kijken hoor. De eerste. 1 oktober. Zondag 1 oktober. Bijna 12 uur. Er zal nog niet heel veel nieuws zijn, maar wij gaan alsnog even kijken. En vandaag is Mike aan het sturen in plaats van ik aan het sturen. Ja, ik heb er wel zin in. Dus kijken of er iets leuks is. Vooral bij Zena gaan we kijken, bij Loods gaan we kijken. Natuurlijk ook bij alle andere winkeltjes. Maar ja, voor de hoofdzaak gaan we daarin in ieder geval. Rij nou in Vught. Kam Vught. Vught heeft altijd van die leuke 80 wegen. Ja, daar krijg fijn. Je helemaal de pest van. Fijn. Leuk. Maar ja, we gaan er wel lekker heen, de muziek aan en gaan, hè. Rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back as I'm coming through with my whole team. They coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too. Zo, jongens, we gaan nou eerst eventjes naar Gijs toe. Oftewel Zena. We hebben de bunker eventjes hebben bekeken. Maar de bunker is niet zo heel veel spannend aan op het moment. Dus we gaan even naar Gijs toe om te kijken of Gijs wel wat leuks voor ons heeft. En dat zien jullie zo wat we daar gaan doen. Maar jongens, we zijn nou bij Gijs, bij Zena. We zien hier al een nieuw product staan. Met matjes, cakejes, die. Ik zat de video ook nog online al. Een mooie tasje van apotheek. Dankjewel. Veel plezier ermee. Die blijven toch erg goed, die Rochetta's, jongens. Vind ik toch persoonlijk de beste pijn uit België. Hele goede beltjes. Zo, waar zitten we nou weer dan? In de auto eventjes. Even wat eten, even wat rusten. Want het is hier op zich redelijk druk net. We gaan nou even nog naar Loods toe. We zijn alleen bij Zena geweest. Pyroshop hebben we ook al langs gelopen. Alleen Pyroshop is het nog niet waard. Daar ligt nog bijna niks in de winkel. Nieuw spul, sowieso nog niks. Hè? Alles uitverkocht ook. Ik vroeg me een bepaald cakeje en dat was er niet eens. Niks. Dus dat was wel jammer. Spyroshop wordt er nou niet. We gaan nou ook nog naar Loods. Gaan we daar even binnen lopen, want we hebben nieuwe klappertjes. Ik zal jullie even laten zien wat al die nieuwe klappertjes zijn. Dan zien jullie mij zo weer. Top, bedankt. Hier wil ik nieuwe klappers, jongens. Hebben jouw blauwe en de rode, Scully en de nummer 1, hè? De laatste beer. We gaan het even lekker testen. Of niet? Ja. Zo, kijk eens aan. We zijn inmiddels veilig weer thuis aangekomen. En hier thuis gaan we natuurlijk even laten zien wat voor vuurwerk we hebben. Daarna gaat het vuurwerk weer door, helaas, naar de opslag. Maar ondertussen gaan wij nog wel wat dingen testen en stoken natuurlijk, want een nieuw product willen jullie graag zien. Okay. Maar voor deze video houdt alleen eventjes op het kopen en de collectie. Dus we gaan eerst door wat Zena ons te bieden had qua nieuw vuurwerk, jongens. Zena vuurwerk. We beginnen gelijk met deze mooie rol die we hier hebben. Doe. Ja, dat is een mooi rolletje. Ik leg even die andere dingetjes nog hier neer, want die wil ik zo pas zien. Dit is de Zena Hindoe. Ja, mooi. Dus dat is als in Nederland staat de verschrijving op. Dus het is in principe legaal, zou je zeggen. Geluidsgenerator staat er ook gewoon droog heel droog op. Nederlands en Belgische verschrijving. Wat zit erin? Daar klopt iets niet, want zoals jullie kunnen zien staat daar 9,54 gram NEM. Ik denk dat dat 900... Nee, ik weet het niet. Misschien is het wel gewoon zo. Ik weet het niet, maar 9 gram kan niet. Ja. Dat kan niet, nooit niet. Dat kan niet in zo'n maat, want het is een grote maat en je betaalt ervoor. 54 euro. Nou, zoiets. Een aantal tientjes. Matten zijn natuurlijk SP1-wet. Dus dat is helaas
wel wat duur als het vergelijkt met zo'n rolletje Quickmatch, die heb je ook leeg te rollen. Verdwenen. Nee, leuke matjes, die gaan we sowieso zo meteen nog testen. Ja, wat hebben we nog meer van Zena? De Zena Pirate. Dat is dus eigenlijk gewoon de short striker. Zoals we hem kenden. Daar hebben we Zena Pirate. 1, 2. Daar hebben we 3 doosjes van. Gaan we ook gewoon testen in de video. Er wordt een video maken van apart wat nieuwe vuurwerk in België is allemaal. Heb jij een mesje op mijn fiets? Ik heb hier nietjes. Daar. Aansteker. Oh, ik heb trouwens al een mesje. Op de sleutel hangen ze terecht. Maak maar eens open. Ja, of maar. Yes, dat is altijd makkelijk als je een klein mesje bij hebt. De nietjes dus. Een aparte naam vind ik wel, heel persoonlijk. Kleine lont. Heel lange lont. Lange lont, dat is wel tegenwoordig in. En wat zit erin? NEM van 2 gram. De focus doet het eventjes moeilijk. Maar 2 gram kan je misschien zien staan. Ze wegen ook niet heel zwaar, dus ik denk dat er ook weinig grip zit en veel knal. Dus die gaan we ook voor jullie eventjes uittesten zometeen. Dat zijn nietjes. Niet. Dan hebben we de Zena Nitraat. Deze ben ik heel erg benieuwd naar, want hier zit per pakje in 80 gram. Dat zou betekenen 4 gram per stuk. Heb ik toch goed 4 gram? Ja, toch? 3, 4. Ze zien ook mooi afgewerkt. Deze kan je in Polen ook op heel licht. Mooie pre-burner zit erop, een groene vlam, dus eigenlijk gewoon FP3. Maar dan zou die zelfs harder moeten zijn dan een FP3. NEM inderdaad, per stuk 4 gram. Dat is dus leuk. Ze wegen niet veel, weinig grip zullen ze schieten. Hier ben ik benieuwd naar, jongens. Dat is wel een leuk product inderdaad. Nee, nietjes zijn meer van zonder vlam. Ja, nietjes zijn zonder vlam, maar dit zijn met vlam. Maar deze gaan ook een stuk harder als het goed is. Laatste product van, of nee, ja, ik heb ook nog pijltjes. We hebben de laatste knalproducten van Zena hier, de Trueno. Trueno. 20 stuks in een pakje, dus eigenlijk. Ook best mooi, die zijn ook best leuk afgewerkt. Heel mooi in een pakje. De Zena Trueno dus. Best mooi. 2 gram zit er ook NEM in. Als ik hem zo doe, pakt hij misschien. Pak niet. Dat is wel jammer aan die camera. Maar ja, er zit dus 2 gram in zo'n. Ja, ondergrond is beter. In zo'n Trueno. Gaan we zo meteen ook even kijken testen voor jullie. Ja, daar ben ik ook opnieuw naar. Zien er goed uit. Ze dachten allemaal eerst dat knal weg zou zijn en verdwijnen in België. Maar nee, jongens. Natuurlijk niet. Zena laat ons zeker niet in de steek. Dan hebben we van Zena nog de Rosetta's meegenomen. Nou, ik kan jullie zeggen, dat zijn echt de mooiste pijltjes die je zo kan kopen daar. Ze zijn super klein. En er zit NEM van 300 gram voor een aantal pijlen. Voor hoe klein ze zijn, zijn ze gewoon super goed. Die zetten we eventjes hier neer zo. De Rosetta's. En dan hebben we deze nog. Hier hebben jullie de video misschien al wel gezien. De Big Balls. Heb ik hier een aantal. De beste knetterballen die er zijn. Ja jongens, deze zijn zo goed. Ik raad jullie deze ten diepste aan. De Zena Big Balls. Ik heb er hier 10 pakjes volgens mij van. Ja. Ja, zoiets. 10 pakjes Big Balls jongens. Die zijn echt gewoon zo ontiegelijk leuk hè. Plus het leuke is, er zit gewoon een zwart balletje in. Dat zwart balletje lijkt gewoon op een Rambo. Als je al die balletjes open gaat maken en je duwt ze gewoon bij je categorie 1 vuurwerk, kan je ze gewoon meenemen de hele tijd door het stoken, jongens. Dat is een tip van ZB. Wil je kat 1 vuurwerk, maak deze, haal die papiertjes eraf. En dan heb je een categorie 1 knetterbal. Heel leuk. We hebben ook nog deze, nieuwe Thunder King zaag. 1,50 pakje van Rubro. Hier maak ik even een aparte video van voor jullie. Rubro. Ja, die zijn heel klein, echt super kleine man. Maar daar ben ik ook benieuwd naar. Verder is van Zena en ook nog een beetje van Loods. Mosquito's van die stinggebiedjes. Daar heb ik een doosje van, 23 pakjes. Bij elkaar 30 pakjes zo. Elkaar iets van 30 pakken inderdaad. Van die zooi. Stinggebiedjes jongens, ik hou er echt gewoon van. Die dingen zijn gewoon geweldig. Gewoon goed. Die zijn echt leuk. We hebben vroeger ook veel mee gefloten. Dus, ja, dus dat deed je allemaal gaan doen. Je maakt altijd vuurpels van, want je ziet hier die gaatjes. Ja. Dan deden we het lontje in en dan deden we dat lontje eraf halen en dicht tapen. En als de tapeprek is op, dan heb je gewoon een vuurpel. En die ging nog hoog ook. Ja, oké, okay, nou jongens, dit is alsof we van Zena hebben. Ik zat eventjes een beetje overgeven. Juist, mooi spul jongens. Zena zijn goed bezig. Zeker de moeite waard om heen te gaan. Nou gaan we over wat we van loodsvuurwerk hebben. En dan beginnen we natuurlijk ook weer bij de klappertjes. Klappertjes. Klappertjes, haha. Hier hebben we als eerste de Trueno Detonate van Salon Roger. Trueno.
Loods begint deze jaar ook meer vuurwerk te verkopen vanuit Zena's Branche en vanuit Salon Roger, etc. Die zien er ook zeer mooi uit, daar kan ik niks van zeggen. 20 stuks in een doosje, super mooi afgewerkt, een halve gram. Ja jongens, dit is een mooi product. Wat zo mooi flippertjes. Ja. Nou, we zullen hierbij zetten bij de dummies. Die hebben we ook nog staan, leuk hoor. En dit zijn de grote daarvan, de Detonate 3. Trueno, ik denk dat die net zo mooi afgewerkt zijn. Als jij die eens even openmaken. Ja, ik maak ze even over. Zit ik hier allemaal moeilijk te doen. Ja, wat moeilijk doen jij? Ik heb niks, hè. Oh, wat fuck. Sloop het lekker. Oh, er zitten twee pakjes in. Ah. Dan nou, aan de andere kant, want ik zie niks meer. Dat is ook heel dom. Die pakjes zitten dus gewoon niet eens ergens. Ja, maar dat is net zoals de Supero. Had je daar vroeger dan? Nou, in ieder geval zo. Dan... Dit pakje kan weg, dat is afval. En dan heb je gewoon zo. Yes. Kom hier. Mis er nog eentje? Nee, er zitten vijf in een pakje. Oh. We hadden dan zes gedaan. Nee, dat is altijd al zo geweest. 1,5 gram. We zijn wel groot voor 1,5 gram. De Trueno Detonate van Zena. Nee, wat zeg ik nou weer? Salon Roger. Een apart aantal dus, van nee, dat is altijd al zo geweest. Ja, maar de Supero ook gewoon. Een beetje 6 in de pakje, nog gewoon 12. Ja, maar dan heb je toch bij deze ook hier. Gekke man. Gaat een beetje dicht? Dat is ook onlogisch. Nee, dat is niet onlogisch. 10 stuks in de pakje hoort gewoon, niet 12. De Scorpio's, dit zijn, ik wou ze eigenlijk niet meenemen, maar dit zijn dus de nieuwe Scorpio's van het jaar. En kennelijk zitten daar 2 gram per Scorpio in. Ik trek hem even af en dan wil ik even het pakje zien of dat echt ook zo is. Ja, NAM van 10 gram per pakje. Komt dus neer. Deze zal lopen. Nou, deze is al even gekeken. Scorpio's zijn toch wel de mooiste afgewerkte knallers in België, vond ik vroeger altijd. Flink lont. Goeie rotjes, goede klappertjes. Scorpio's dus. Kost een tientje per pakje volgens mij, zoiets toch? Ja. Maakt niet uit. De Skulls, ook 10 stuks. Dat lijken een beetje op de Thundercrackers die ze vroeger hadden bij Loot. Maak open die in de pak. Ja, echt een mooi doodskopje erop. Oh, die zien er wel heel gaaf uit eigenlijk. Ook nog een lange lont weer. Die ziet er stoer uit. Mooi doodskop erop. 1,8 gram. Dus die zou harder moeten gaan als al die andere. In plaats van Scorpio's niet, maar wel als deze andere. Nou, de Skulls. Hebben we dan nog. En qua knallers van loods. Is dit eigenlijk wel de toppers? Zijn dit de toppers? Dit zijn de kolonitraats. Oftewel de kolosoluts. Noemen ze het daar. Per pak zit er gewoon... Werkelijk waar, geloof ik niet, 60 gram in. Ja. En wat zouden, wat was het nou voor knal? 4 gram knal? Ja, 60. 2 misschien, ik weet het niet precies. Voor mij 2 voor de knal en 1,5 zo voor vlam. Nee, dat was bij Gijs, bij die. Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet precies jongens, dat komen we nog wel achter, daar reken ik uit. Als 4 maar gram dit, is het wel echt hard. Maar dit zijn grote pakken, grote knallers ook. Gaan we ook zeker testen met blauwe vlam en rode vlam. Dat moeten dus wel de hardste en beste knallers zijn eigenlijk in België, ik weet niet. Ik hou er toch mee van het spul, maar ik vind het ook zeker gaaf. Ik ben heel benieuwd naar die zenonitraat. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar, die gaan we zo gelijk testen. Dan hebben we ook nog van Loods de Debbie Boops meegenomen. Hele goede slutcake. Dus denk, slaan we nou ook maar vast eens in. Pyromods. Pyromods slutcakes, die zijn super klein maar super hard. Let op, eerst uitvouwen. Ja, dat gaan we dus niet doen. Want zoals het hier staat gaat het ook de fik ingezet worden. Alleen er komen er nog veel meer bij. Nou, we zullen alles even een beetje naar elkaar toe schuiven. Want dit is volgens mij wat we hebben. Of hebben we nog meer? Ja, jouw spul alleen hè. Mike's spul ligt nog in de auto. Dat gaat direct mee naar de opslag straks. Maken denk ik gewoon een collectie video hiervan. Dat is een beetje hetzelfde ongeveer. Behalve de potjes en behalve die stingerbees. Dus dit is alles wat we hier hebben gekocht. Mooi spul. Zena en Lood zijn dus al de grotere gewoon in België. En Baarden nou op het moment. Pyroshop was eigenlijk niks te kopen. Nee. Het was allemaal op en uitverkocht. Moet je ingaan. Nee, dat zeggen we ook niet. Dat is een goede winkel alleen. Ja, niet voor nu. Niet voor nu op het moment. Dat is jammer. Maar in ieder geval, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie wel genoten hebben. De video van de nieuwe producten die komen er ook heel snel aan. Ik denk dat het gewoon een stookvideo wordt waarin we de nieuwe producten gaan showen. Jongens, bedankt voor het kijken. Heb je nog wat te zeggen? Ik heb helemaal niks te zeggen. Hij heeft ook nooit niks te zeggen. Show. Nou ja, jongens, later weer. Stiekem.